Het starten van een start-up, eigenlijk, een, een, een technologie start-up, um, klinkt heel moeilijk, maar eigenlijk is het niet. Als je met een idee ziet en je laat je omringen met, met mensen, kan je heel snel vooruit gaan. En dat moet niet altijd geld kosten en dat moet zeker niet altijd gelinkt zijn aan een legale bedrijfsvorm. Ik heb eigenlijk een vrij lange studieperiode achter de rug. Het is niet altijd even goed gelukt, omdat ik vaak uh, niet meteen mijn ding vond. Ik dacht eerst ik ga TW studeren, economie is volledig mijn ding, dat is volledig gefaald. Achteraf marketing gaan studeren voor drie jaar, afgestudeerd, maar nog niet klaar voor uh, het werkleven eigenlijk, om dan uiteindelijk voor de passie te gaan als alles qua marketing en nieuwe technologie, alles digitaal, in een postgraduaat digitale marketing eigenlijk, ook in Brussel. Ik werk ook in een digitale omgeving, zijnde dat de plek waar ik werk, waar worden internetbedrijven gebouwd. En je komt constant in contact met mensen die bezig zijn met innovatieve digitale producten. En daardoor beginnen te nadenken en mijn ideetje beginnen spelen, dat al, al, al lang, langer tijd in mijn hoofd aan het afspelen was. Met iemand erover beginnen spreken en die stond daar ook volledig achter. En uh, dan zijn wij samen beginnen bouwen aan Slidely. En uh, Slily is een second screen applicatie voor presentaties. Dus een spreker uh, start zijn presentatie uh, voor het publiek, eender waar, dat kan een congres zijn of een business meeting. En die persoon, zodra hij op Next stuurt, krijgt iedereen in het publiek uh, de slide. En bij iedere slide kan de spreker bijvoorbeeld een, een laag content toevoegen. Als hij het heeft over dat boek moet je zeker lezen, of die website moet je zeker bezoeken. Automatisch gaan mensen dat dan ofwel noteren ofwel onmiddellijk opzoeken. Wij bieden die laag content autom direct aan aan het publiek eigenlijk. Ze kunnen die opslaan, ze kunnen, die, uh, ze kunnen notities nemen wat de spreker zegt. Wij zijn van mening dat als je kijkt naar het gebruik van uh, mobiele toestellen, zijn de iPads, iPhones of computers tijdens congressen, dat die, dat, dat eigenlijk geen slecht ding is. Um, Mensen denken te vaak, oh, die checkt gewoon zijn Facebook of zijn e-mails of uh, zijn afspraken. Maar eigenlijk interageren de mensen in het publiek vaak met de content van de spreker. Maar door dat gedrag, omdat er nog geen tool bestaat om dat allemaal te centraliseren eigenlijk op de computer of een mobiel toestel, gaat de aandacht toch een beetje verloren, Want een spreker heeft een bepaalde storyline en hij wil die aanhouden. En als een publiek... Uh, voortdurend bezig is op zijn, op zijn gsm ja dan verliezen ze die storyline eigenlijk en wij proberen terug het publiek op die storyline te brengen ik zie de rol uh, voor mij weggelegd om belgië een beetje op die start-up map te zetten en eigenlijk ben ik daar al langer mee bezig als vandaag want naast mijn eigen bedrijf werk ik ook voor Idealabs en dat is uh, de eerste start-up accelerator uit belgië wij begeleiden internet start-ups gedurende drie maanden en vanaf dag 1 hebben wij het internationale aspect van start-ups zeer belangrijk uh, bevonden. En wij werken daar hard aan alle dagen om ons bekend te maken. Er wordt meer en meer um, gekeken naar België als uh, start-up landschap. Het is een zeer prematuur start-up landschap, maar we hebben nu toch een aantal zeer mooie cases. Gelijk uh, de mensen van Storyfy, van Spark Central, van FrontBack en CheckDist. Dat zijn fantastische producten. Projecten en producten die komen uit België. Dus investeerders en, en, en start-up bloggers kijken toch ook wel wat er uit België komt. Het is zeer vroeg, maar er wordt hard aan gewerkt door alle mensen die met start-ups bezig zijn om België echt op die map te gaan zetten. Als je een idee hebt, moet de eerste stap niet zijn: ik ga een BVBA of een GCV oprichten. De eerste stap moet zijn: we gaan een marktonderzoek doen. We gaan, gaan kijken hoe dat we dit kunnen bouwen. En we gaan gewoon direct beginnen bouwen. En met, die, met dat eerste product. Eigenlijk een visuele voorstelling van wat je product zou kunnen zijn, raak je al heel ver. Daar zijn wij toch mee in San Francisco geraakt.